Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 2 november van Weerplaza. Een groot lage drukgebied bepaalt voorlopig het weer in onze omgeving. Het levert overwegend veel bewolking op en zo nu en dan regent of mocht regent het. De zon die is slechts af en toe te zien vandaag. De temperatuur schommelt rond een graad of 14 en de wind die trekt aan. Vanmiddag staat er een harde tot stormachtige wind vanuit het zuidwesten, windkracht 7 of 8. En daarbij is het soms nog regenachtig. Ook vanavond is het nog nat bij een temperatuur van 10 of 11 graden en ook waait de wind nog stevig door. Morgen staat er minder wind vanuit het zuiden, hooguit windkracht 4. Het is overwegend bewolkt en vooral in de middag is het vaak nat bij een temperatuur van 12 graden. De dagen daarna blijft het vrij onbestendig met overwegend veel bewolking en dagelijks valt er af en toe wat regen of motregen. De temperatuur gaat geleidelijk aan omlaag naar de normale waarde voor de tijd van het jaar. En dat is overdag 11 graden. En in de nacht koelt het af naar een graad of 5. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.